Het eerste Open Nederlands kampioenschap armworstelen werd zaterdag in Leeuwarden gehouden. Deelnemers uit onder meer Nederland, Duitsland en Bulgarije bepaalden in verschillende klassen wie over de sterkste arm beschikt. En armworstelen is niet hetzelfde als het ouderwetse armpje drukken. Armpje drukken, dat kent iedereen wel in de bar of zo. Geen regels, we doen maar wat. Armworstelen is wel aan regels onderhevig. Het is echt een topsport. Dus er zit wel degelijk verschil in. Bij het armworstelen gaat het erom de hand van de tegenstander tegen de tafel te drukken. En wie denkt dat het alleen maar om kracht gaat, die heeft het mis. Ik zeg altijd, niet altijd de sterkste wint de armworstelen. Het is de slimste. Soms de sterkste, maar meestal de slimste. Bij de mannen gingen de Duitsers Christian Stahlhoven en Olivier Kohn er met de bloemen vandoor. En bij de vrouwen was Chantal van der Veen uit Leeuwarden de sterkste.